Nee, Nederland is geen dorp. Nederland is een onderdeel, overigens een vrij vitaal onderdeel van een veel groter geheel, namelijk de Europese Unie. En de Europese Unie is van mening, volkomen terecht van mening, en ook trouwens, die mening wordt ook gedeeld door de NATO, dat de bedreiging van de Oekraïne, of die zet, de oorlog die daar gevoerd wordt, een zaak is die ons direct aangaat. Het verlossen, kunt u mij horen? Aflevering 408 alweer van een van de langslopende podcasts van Nederland. Maarten Verossum, de podcast. Ik ben Tom Jessen en ik praat in elke aflevering met Maarten over in de basis geschiedenis. Maar het kan eigenlijk over van alles en nog wat gaan. We hebben het straks over Zelensky, die was recent in Nederland. Maar we beginnen eventjes met jou relativeren, Maarten. Want daar komen veel vragen over van mensen in de chat. Ja, waar komt dat toch vandaan, dat relativeringsvermogen? Ja. Ik vermoed dat het in mijn karakter ingebouwd zit. Ja. Van kom. Hè. Ja, ook omdat je ziet toch ook vaak aan zeker op de televisie. Terwijl er in de jaren 50, 62, keek ik nooit. Ik ben pas tv gaan kijken toen ik in een studentenhuis ging wonen. Heel merkwaardige tv. We hadden er twee. Eén voor het geluid en één voor het beeld. Kostte allebei van... Als ze geen beeld hadden, dan kostten ze vrijwel niets. En als ze geen geluid hadden, kostten ze vrijwel ook niks. Dus twee samen kon je voor vrijwel... Nou ja, vrijwel niks, geloof ik. Voor 15 gulden hadden we een tv in huis. Toen ben ik pas vaak gaan kijken. En ik weet nog, de revolutie... Toen zijn wij getrouwd. En toen hadden wij een heel goedkope zwart-wit tv... Die kon je via de FNV, via de vakbond kopen. Habbekrats. 300 gulden, zoiets was het in ieder geval. En toen op een goed moment had ik een stuk in de krant gelezen over de Sony Trinitron. Ze bestaan niet meer, dus het is ook geen reclame. En dat was een iets ander principe kleurentelevisie. Het was weliswaar zeer prijzig, maar het was prachtig beeld. En toen heb ik een Sony Trinitron kleurentelevisie gekocht. Een fors toestel, mag ik wel zeggen. En weet je dat ik wekenlang naar alles heb gekeken. Ik wist gewoon niet dat bij het voetbal het veld zo groen was. Dat wist ik niet. Dan heb ik alleen al van de groenheid van het gras heb ik dagenlang volop genoten. Ik keek elke dag naar de Fabeltjeskrant. Alleen omdat het zo leuk van kleur was. Ja, ik heb er echt vrij lang over gedaan voordat ik weer afgekikt was. Ik ben nu helemaal niet zo'n geweldige tv-kijker, zoals je weet. Ik vind ook het internet is oneindig veel interessanter dan de tv, eerlijk gezegd. Maar ja, Sony Trinitron, fantastisch toestel. Vond ik dat. Je had heel lang, omdat we natuurlijk geen kabeltelevisie hadden, was de ontvangst eigenlijk vrij belazerd. En dan had je natuurlijk op zo'n televisietoestel... Mr. Bean heeft een magnifieke sketch gemaakt... waarbij hij moet de antenne van zijn tv-toestel moet hij vasthouden... want anders heeft hij geen goede ontvangst. Maar dan kan hij niet naar het beeld kijken. Dus hij moet dit goed kijken en het antenne vasthouden... proberen te combineren. Zoek het even op, ongetwijfeld. Alles is te vinden op het internet. Het is een magistrale scène... Wij moesten ook vaak het tijdje het ding vasthouden. Anders zag je dus voortdurend niet. Zag je 44 voetballers, hè? Klopt dat? Ja. 22, 11. Ja, zag je 44 voetballers. Soms loop je toch tegenwoordig ook in Amerika, in de horeca thuis. Met die enorme, echt glasheldere schermtelevisie. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? We hebben nu een klein defect op onze tv. Dat geeft mij de gelegenheid om een geavanceerd nieuw toestel aan te schaffen. En wat wordt het dan? OLED. Dat is toch juf en het op dit moment? Ja, klopt. En dan ook curved? Nou, ja. Ik denk dat dat is niet echt nodig. Ik geniet elke dag van mijn gebogen computerscherm. Wat een heel groot scherm is natuurlijk. Voor een computer in ieder geval een heel groot scherm. 34 inch, maar ik weet niet of ik mijn vrouw zo gek krijg. En die bepaalt uiteindelijk? Ja, zij kijkt het meest, dus die heeft daar wel een belangrijke zee in, ja. Ja.
In de vorige aflevering ging het over Texel. Luister die aflevering vooral even terug. Ontzettend de moeite waard. Onder andere over de reden van Texel. Maar ik begrijp Maarten, je gaat niet te veel tips delen. Want het massatoerisme heb je een hekel aan. Je wil niet te veel mensen natuurlijk naar jouw favoriete eiland lokken. Nee, kijk, de mensen moeten zelf zich even oriënteren. Je ziet het gauw genoeg. De meeste mensen zullen... Je hebt natuurlijk heel veel, je hebt ook tegenwoordig dagjes mensen. Ja, dan moet je wel 37,50 uitgeven om je auto over te zetten natuurlijk. Maar je kunt zoek een huisje op een plek op het eiland. En vooral de oostkant van het eiland, dat is toch vrij, dat is betrekkelijk rustig. En je kunt ook langs de Waddenzee, weliswaar heb je dan natuurlijk niet dat zandstrand. Maar daar kun je heerlijk wandelen. Ik vind de Waddenzee vaak qua lichtbelichting mooier dan, laten we zeggen, de Noordzee. Mm. En grappig om te zien dat jouw hele familie daar toch, want jullie zijn al heel lang. Dat is ook een wonderlijke zaak. Jouw zoon is dan nu ook? Ja, dus toen wij begonnen, toen gingen we vaak ook, de allereerste keer niet, toen was het mijn vader en moeder en de drie kinderen. De ouders waren toen nog niet gescheiden in 1953. Maar eind jaren 50 gingen we altijd al, was het eigenlijk een beetje extended family. Dus dan gingen we met mijn moeder en mijn tantes en mijn Engelse grootmoeder, die een verwend strandenthousiast was. Weliswaar zat ze de hele dag. Niet waar, met een soort rare hoed op en twee brillen over elkaar Engelse detectives te lezen. Ik weet niet, maar ze was toch heel erg gesteld op het strandleven. Zo is dat eigenlijk gebleven. En toen op een goed moment zijn wij zelf natuurlijk gegaan met de kinderen. Elk jaar 3 keer. Ja, het is gewoon een prettige gewoonte, anders kan ik het ook niet beschrijven. Maar het wonderlijke is, mijn broer heeft daar natuurlijk nadat hij zijn weerzin tegen Amsterdam zo sterk was geworden dat hij daar vertrokken is, heeft hij daar dus een huisje gekocht. Van de fantastische winsten die hij natuurlijk met zijn huis in de Jordaan gemaakt heeft. Mijn zoon heeft een boerderij gekocht, prachtig verbouwd ook ondertussen, met verhuurhuisjes. Ja, daar mag ik natuurlijk ook geen reclame eigenlijk voor maken, maar... Het is niet dat ik beschrijf gewoon een bestaande toestand, niet als reclame. En wij gaan er 3 keer per jaar. Ik ben dol op Texel, maar ik zou er niet willen wonen. Hoe komt dat? Nou ja, omdat je steeds met die boot moet. Hè? En als ik alleen al 3 keer per jaar denk aan dat gigantische, onafzienbare parkeerterrein. Hè, waar iedereen staat te verzenuwen. Of die de volgende boot zal halen, dan denk ik al, dat wil ik liever niet hoor. Maar kun je dan... Ik ben nu dus ook op donderdagavond teruggekomen. En dat is heerlijk. Hè? Want de wissel van de huisjes, het hele eiland, is vrijdag en zaterdag. Dus dan weet je dat het daar weer vol staat. Ja. Maar gisteravond was het echt relaxed. Ja. Maar kun je er leven, zeg maar, zonder steeds naar het vasteland te moeten? Nou, dat zou in mijn geval lastig zijn. Want dan moet ik natuurlijk... Kijk, als ik daar zou gaan wonen, dan zou ik natuurlijk steeds als je dan naar een theateropvoering moet in Tilburg. De laatste boot gaat uit Den Helder om 9:30. Dus ja, dan betekent dat je steeds moet overnachten in Tilburg, bij wijze van spreken. Dus dat is niks voor mij. Maar jouw broer houdt het daar prima vol? Ja, ik zal hem weer eens vragen hoe het is. Is de winter dat hij daar had doorgebracht. En hoe beviel het een beetje? Ja, het was wel erg rustig zijn. Maar en nu hoor ik alleen maar positieve berichten. Maar ja, die doet nog niet een tiende van wat ik doe. Dus, Wat doet hij dan de hele dag? Ja, dat is... Ik zat hem vanavond eens even vragen wat hij de hele dag doet. Lees, hij klaagt ook wel eens dat hij... Ik denk wel dat hij wel wat meer zou willen schrijven. Ik laat hem ook wel eens een stuk schrijven. Hij schrijft prima stukken overigens. Ook weer niet als reclame bedoeld, maar hij schrijft prima stukken. Voor de Maarten is dat, hè? Ja, hij kan goed schrijven. Hij schrijft ook wel voor andere dingen. Met name ook voor monumenten in Amsterdam en zo. Wat natuurlijk zijn primaire liefde en interesse is. Ja, ook voor hem, ook voor zijn gevoel, is Amsterdam grondig naar de kloten geholpen. Door het moderne massatoerisme. En met name die hele wijk waar die woonde, waar ook... Nou ja, was er een gezellige, normale bakker. En een
zijn pand en de bakker verdwijnt. Niemand weet waar naartoe. En dan komt er zo'n winkel in van Vuitton tassen. Die alleen maar gekocht kunnen worden door Lionel Messi. Ja, die man. Als ik Messi nou een advies mag geven. Ik vond het zo'n aardige, sympathieke, beetje klunzige man. Maar een briljant voetballer. Een Jezus onder de voetballers, om maar even zo te zeggen. Op oneerbiedige wijze. En nu zie ik hem met die godvergeten Vuitton koffers zitten achter op de Economist. Laat die ophouden. Laat die rustig gaan leven. Ik begreep dat hij 500 miljoen bij elkaar gevoetbald heeft. Wat beweegt zulke mensen om zulke vernederende, idiote dingen te doen dan met op de foto te gaan met een Vuitton tas? Dan ben je toch niet goed snik. Wat beweegt die mensen om nog meer geld te willen hebben en daarvoor te gaan poseren met een Vuitton tas? Daar begrijp ik niets van. Maar een raadsel. Ik geef toe, mij wordt het niet aangeboden, maar als morgen Vuitton belt, en vraagt of hij met z'n tweeën met zo'n klote tas op de foto willen voor $10.000, weet ik veel. Zeg dan dat we er geen enkele behoefte aan hebben. Nul. Je hebt een keer wel een commercial gedaan, maar was er ook alweer? Ja, ik heb wel eens een commercial gedaan, maar dat was voor het goede doel. Dat was het Nederlandse cultuurlandschap. Dat heb ik wel gedaan, ja. Moest je daarvoor doen? Moest je ook rare dingen zeggen? Nee, ik moest iets zeggen. Ze hebben daar zo'n tuintje bij dat hoofdkwartier in Nijmegen. En toen moest ik staande in dat tuintje. Dat was een soort maquette van Nederlandse landschapstypes. En moest ik iets zeggen over het Nederlandse landschap. Met name over het heggenlandschap. En dat we op moesten passen met dat niet allemaal naar de kloten te helpen. In verband met de groei van productiviteit. Het bestrijden van kleinschaligheid enzovoort enzovoort. Ja. Een andere vraag. Waarom is Zelensky in Nederland? Wat hoopt hij daarmee te bereiken? Hij is inmiddels weer weg, maar wat was zijn doel met dat bezoek? Nou ja, zoals iedereen zei, hij heeft een boodschappenlijstje. Ik denk dat hij Mark Rutte is ondertussen, denk ik, de langzittende premier in het EU-gezelschap. Ik denk dat hij contacten van Rutte op prijs stelt. Dus dat hij met Rutte nog eens wat kan bespreken, wat Rutte dan weer met zijn collega kan bespreken. Ik denk dat wij verhoudingsgewijs kennelijk wel een en ander hebben bijgedragen. Waar ging die ook weer in? Hij ging door naar. Hij was sowieso al in Finland. We hebben het regeringstoestel gestuurd. Ja, dan zeg je al gauw, dan wil ik wel even komen. Ik denk mij eerlijk gezegd wel een opsteker voor de Nederlandse regering. In welke zin? Dat Zelensky beroemder is dan de meeste Nederlandse ministers. En dat er natuurlijk onmiddellijk ook internationale aandacht voor was. Naar Nederland, waarom naar Nederland? Niet dat ze eigenlijk ergens een steekhoudende reden heb gelezen, maar het was wel, denk ik, reclame voor Nederland. Ja, ja. Ik hoorde ook Eus ergens zeggen, die zei van, je hebt natuurlijk Churchill en je hebt allemaal die grote bekende leiders. Hij komt Zelensky ook in dat rijtje te staan. Hij gaat de geschiedenisboeken in. Daar moeten we even afwachten hoe het gaat aflopen natuurlijk. En hij is nog heel jong, dus hij heeft nog een forse carrière voor zich. Zelfs Churchill in de Tweede Wereldoorlog, die een fantastische impressie heeft gegeven in de Tweede Wereldoorlog. Die had daarna bijvoorbeeld daar veel beter aan gedaan om stilletjes te gaan leven. Want die heeft zijn reputatie met zijn kabinetten in het begin van de jaren 50 bepaald geen goed gedaan. Dus laten we even afwachten hoe de zaken aflopen. Maar wat hij het afgelopen jaar heeft gepresteerd, Zelensky, is uitzonderlijk. Dat vinden we allemaal toch? Ja, behalve dan die Nederlandse partijen ter rechterzijde die geloof ik geen enkele behoefte eraan hadden. Ja, Wilders en Caroline waren dat, die twee. Ja, maar ook die andere potsenmakers die je daar hebt. Waarmee ze zichzelf denk ik geen dienst bewezen hebben. Maar goed, het heeft ook iets hufterachtigs. Hè? Dat je zegt, we gaan ons er niks van aantrekken. Ja. We hebben onze eigen dode herdenking. Het dorp heeft zijn eigen dode herdenking. We hebben de vlaggen weer goed gehangen. Dat was een beetje beperkt. Dit was ook weer. Nee, Nederland is geen dorp.
Nederland is een onderdeel, overigens een vrij vitaal onderdeel van een veel groter geheel, namelijk de Europese Unie. En de Europese Unie is van mening, volkomen terecht van mening, en ook trouwens, die mening wordt ook gedeeld door de NATO, dat de bedreiging van de Oekraïne, of die zet, de oorlog die daar gevoerd wordt, een zaak is die ons direct aangaat. Die onze eigen veiligheid op lange termijn aangaat. Dat je dan dus je zo hufterachtig opstelt, als rechts-Nederland nu weer gedaan heeft, dan denk je toch, het is ook wel een hopeloos clubje. Hè? De dorpelingen. Als ze maar aan het klootschieten kunnen deelnemen, dan staan we goed. Hè? Als het maar niet over de grens komt, want dan hebben ze er niks mee. Ja, dan zit je wel een probleem, zit met een probleem in Nederland. Mm-hmm. Ik vond het, demonstratie te meer van de beperktheid van dit soort van groepen. Ja, maar heeft Zelensky er baat bij? Krijgt hij bijvoorbeeld nog meer middelen? Want hij heeft alle middelen die hij moet hebben. Ik denk dat hij niet zou zijn gekomen als hij daar niet op enige wijze baat bij zou hebben gedacht te kunnen vinden. Ja, en ieder land wil ook wel met hem in gesprek gaan. Hè? Want iedereen vindt natuurlijk het vreselijk wat er gebeurt. En het is ook wel, laten we eerlijk zijn, een soort van promotiedingetje. Ik denk dat vrij breed wel het gevoel heeft dat het wel degelijk over onze eigen veiligheid gaat. Dat nou bij Geert en de mevrouw van de BB-beweging niet zo sterk leeft, dat is vers 2. En bovendien is er natuurlijk een soort hele pijnlijke parallelie tussen de doden die wij vieren, de aanleiding van de Tweede Wereldoorlog en trouwens andere conflicten daarna, en dit conflict wat gaande is in de Oekraïne. En daarom is het extra hufterachtig dat je dan zegt dat je er niks mee te maken wil hebben. Ja. Het is van een onbegrijpelijk soort stompzinnigheid. Ja. Zelensky had dat wel nog goed verwoord in een van zijn toespraken die hij deed toen hij er was. Hij zei van, ja, ik snap dat het heel speciaal is op zo'n dag als vandaag dat ik hier ben. Dus hij heeft dat wel slim verwerkt in zijn... Ja, natuurlijk. Hij heeft altijd qua inhoud heeft hij altijd goede toespraken. En ik heeft hij een prima speechwriter. Sowieso. Zijn Engels viel me wel wat tegen als het spontaan gesproken moest worden. Kennelijk heeft hij al die indrukwekkende redenvoeringen van nu alweer bijna een jaar geleden in al die diverse parlementen, dat had hij kennelijk goed ingestudeerd of dat werd van de autocue gelezen. Mm. Maar goed, het is een prima spreker. Ja, het is een acteur. Een acteur, precies. Ja. En hoe kijk je naar die drones boven het Kremlin? Geen idee. Ik geloof dat niemand begrijpt wat er gaande was. Ja, bij Poetin denk je al direct dat ze het zelf georganiseerd. Omdat hij het kan gebruiken als aanleiding voor een of andere schofte streek die hij nog in petto heeft. Ja, denk aan de Tsjetsjeense oorlog. Ik bedoel, die explosies in Moskou, dat is gewoon door de FSB georganiseerd. Het is een boevenregime. Ja, het is niet anders. Dieven en moordenaars, dat zijn het. Als ze dat niet waren, was het conflict er helemaal niet. Ja. Zou er niets aan de hand zijn? Maar omdat het dieven en moordenaars zijn, doen ze de dingen die ze doen. En dan kun je allerlei geweldige argumenten voor bedenken. Van Russische tradities, het imperiale Russische volk. Ik weet niet, misschien dat hij dat allemaal wel ernstig meent, weet ik veel. Maar het is natuurlijk geen iemand die niet een dief en een moordenaar is, zou aan het conflict niet op deze wijze zijn begonnen. En die Wagnergroep die trekt nu weg uit Bachmoed, hè? Begreep ik, noodgedwongen. Ja, hij stond er somber bij te kijken hier. Hoe heet hij ook weer? Prigozhin. Die leider van die groep, ja. Ja, we moeten sowieso eerst afwachten het nu onder eindeloos aangekondigde voorjaarsoffensief. Ja, wat Oekraïne gaat doen, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dan nog even wat andere dingetjes. Zometeen nog even over Jan Rotmans hebben. Daar hebben we het eerder over gehad vanwege de klimaatplannen. Ines Wesky is geschorst door de Orde van Advocaten. Dat is toch ook wel op zich een opvallend verhaal. Ja, ze was weer voor 30 dagen verlengd, het voorlopige hechtenis. Het is denk ik toch serieuzer dan we allemaal gedacht hadden. Ja, het zal niet zomaar gebeuren. Dan moeten natuurlijk bepaalde zaken wel spelen. Ja, dan eventjes het verhaal van Jan Rotmans erbij pakken. Want dat is die professor die in Rotterdam... Die de toekomst ging voorspellen, toch? Ja, die had zo'n filmpje gemaakt, ja. Moet ik even kijken waar het verhaal... Hier is het verhaal wat we ingestuurd kregen. Nou, ik zou je zo zeggen waarom ik wat sceptisch gestemd was over dit soort van toekomstvoorspellingen. Maar laat maar even horen. Jan Rotmans is dus professor in Sustainability Transitions bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
En hij zegt, het tempo van verduurzaming, dat wordt niet door Den Haag bepaald, maar door Brussel. Daar wordt zo ongeveer elke week wel een wet of een amendement aangenomen die het beleid aanscherpt richting duurzaamheid en circulariteit. En Nederlandse bedrijven die hebben daar vaak geen idee van hoe snel dat gaat. Kun je deze boodschap ook doorsturen aan de BB-beweging en Geert en ja, prima. Al die andere koekenbakkers? Want dat is ongetwijfeld zo wat hij daar beweert. Ja, maar jij bent kritisch op dit soort mensen. Nee, ik was kritisch op waar jij het vorige keer over had. Namelijk dat hij zeker meende te weten hoe we ervoor stonden over 80 jaar. Ja, dat heeft hij met architect en zo heeft hij dat voor me gegeven. Ja, maar heel interessant. En misschien zal er ooit een flintertje ervan uitkomen. Maar ik had namelijk net gesproken met een wiskundige van de VU. En die heeft systematisch en naar mijn idee volkomen terechte kritiek op de modellenbouw. Op het feit dat wiskundigen modellen bouwen. En dan op grond daarvan vrij verstrekkende voorspellingen doen over ontwikkelingen in de wereld op tal van verschillende terreinen. Want natuurlijk ook in de COVID-tijd waren er alsmaar modellenbouwers en op grond van het model werd dan besloten dat we een, zo'n avondverbod kregen om de deur uit te gaan. Hoe heet dat nou? Een avondklok, ja. Nou, die wiskundigen legden naar mijn idee overtuigend uit dat zulke modellen natuurlijk noodzakelijkerwijs leiden aan een bekend euvel. Over hetzelfde euvel wat al dit soort van dingen natuurlijk hoe goed en geniaal ook misschien bedacht natuurlijk hebben. Namelijk, input is output. Het is uiteindelijk afhankelijk van wat je erin stopt, wat eruit komt. Of dat nu chat is, of dat nu modellen bouwen is in verband met de avondklok. Het is wat je erin stopt. En omdat we natuurlijk allerlei dingen die in de komende 80 jaar gaan gebeuren helemaal niet weten, daarover volstrekt niet geïnformeerd zijn, kunnen we ze er ook niet in stoppen. Met als gevolg dat het zo'n model in feite voor over 80 jaar een slag in de lucht is. Probeer alleen maar eens, dat is geloof ik wat grote bedrijven doen, te kijken hoe het in de komende 5 jaar zal verlopen. En daar zie je al dat er onmiddellijk enorme onzekerheden insluipen. Je kunt eigenlijk het wereldgebeuren het best vergelijken met het weer. Je weet dat we het weer vrij redelijk kunnen voorspellen over een termijn van een dag of 5. Daarna krijg je al, als je naar de pluim kijkt, als je daar ooit naar gekeken hebt, dan krijg je allerlei weerwarmen. Het kan alle kanten op. Ik bedoel, het kan bij wijze van spreken volgende week sneeuwen. Dat er ijs ligt op het Wilhelminapark, vijver, dat werk. Nee, 5 dagen, dat is te doen. En daar zie je aan dat zeker bij systemen waar grote hoeveelheden variabelen in zitten, min of meer onbeperkte variabelen, moet je niet de suggestie wekken dat je met zekerheid iets kunt zeggen wat zich over 100 jaar afspeelt. Zelfs bij de klimaatmodellen, die hebben misschien een functie, moet je daar heel terughoudend mee zijn. En daar ben ik het 100%. Nogmaals, was het ook alweer garbage in, garbage out. Dat is dan een beetje een negatieve beschrijving van het fenomeen. Maar dat is natuurlijk zo. Ja, dus iedereen die zegt, ik vertel je wel even hoe het eruit ziet, dat is lulkoek. Die kan dat niet voorspellen. Ja, en daar zeg ik altijd van, wat hebben we tegenwoordig, 2023. Gaat u nou eens terug naar 1923. Er zijn tal van hele leuke boeken over 1923. Noem er eens een. Geen idee. Oh. We zullen even opzoeken natuurlijk. Ik dacht, je zegt geen speciale boeken over 1923, maar wel over de jaren 20. En dan moet u eens kijken wat ze daar nou dachten over de toekomst. Ze hebben zelfs niet de meest voor de hand liggende dingen hebben ze niet aanzien komen. Terwijl, men had al een ambitie om radio was er natuurlijk wel. Radio begint eigenlijk aan zijn hoogtepunt van zijn carrière. Tot hij overvleugeld werd door de televisie. Maar hoe de wereld zich zou ontwikkelen, ze hadden geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Maar vind je dan ook dat Jan Rotman zo'n filmpje eigenlijk niet meer moet laten zien, omdat die mensen daarmee op het verkeerde ja, been zit? Hij moet vooral laten zien, maar hij moet laten zien dat hij ook 3 andere filmpjes had kunnen maken die met een totaal andere uitslag. Planeet ontploft. ik noem maar wat. Een uit de hand gelopen crisis die ontaart in een omvangrijke, wereldomspannende nucleaire oorlog. Niet, dat is onwaarschijnlijk, maar het is niet totaal uitgesloten. Hè? Had je in 1923 de Tweede Wereldoorlog aan kunnen zien komen? Nou, sommige mensen misschien. Hè, wat zei generaal Frosch ook alweer?
naar aanleiding van Versailles, dat Versailles betekent oorlog over 20 jaar. Nou, dat bleek precies te kloppen. Al had hij geen idee van hoe het zou uitpakken natuurlijk. Ja, dus Rotmans, ik juich het van harte toe. Maar laat zien dat er ook 5, 6 alternatieven mogelijk zijn. Zullen we het filmpje nog even opzoeken, dat we echt precies kunnen... Ja, want dan zouden we het filmpje toch gaan bekijken. Ja. Stuur jij het me toe en dan gaan we het analyseren. Ja, het is volgens mij niet zo makkelijk online te vinden, omdat het natuurlijk in die presentaties van hem zit. Dus dat wil hij natuurlijk niet op het internet hebben staan, denk ik. Oh jeetje. Even kijken, wat hebben we dan? Dan gaan we even naar wat vragen toe. Maarten, Nel Gietema. Ik loop wat achter met luisteren, maar voor ouderen bestaan de WMO en de Valistaxi. Deur tot deur met je koffertje voor de OV-prijs. Oh ja, dat is het busje volgens mij. Ik heb van mijn broer wel eens iets over het busje gehoord. Deze mevrouw Nel, die stuurt dat in. Dag Nel. Maar je moet vaak erg lang wachten op het busje. En langdurig van tevoren aankondigen dat je het busje graag wil hebben of gebruiken. Dat is met een taxi toch ook zo? Ik weet niet of het, nou ja. Ik weet niet of er capaciteit is voor alle bejaarden om op deze manier van het OV gebruik te maken. Maar niet alle bejaarden willen natuurlijk reizen. Sommigen willen ook gewoon lekker thuis de krant zitten lezen. Ja, dat zou heel verstandig zijn als ze dat wat vaker lekker thuis de krant lezen. Ja. Hallo Maarten, in tegenstelling tot wat mensen denken, is een propeller efficiënter dan een pure turbinemotor? Dat zou wel kunnen, maar dat zegt mij nog heel weinig over namelijk de efficiëntie van het totale motorsysteem. Want efficiëntie heeft ook iets te maken met betrouwbaarheid. En ik zei toen geloof ik, bij mijn losse opmerking zei ik, een straalturbine, of althans moderne straalmotoren, zijn oneindig veel betrouwbaarder dan zo'n 14-cilinder stermotor met een propeller. Misschien dat die propeller wel efficiënter is dan, laten we zeggen, dat die straal die achteruit die straalmotor komt. Maar het totaal van het systeem, daar is een straalmotor veel en veel beter en betrouwbaarder. Denk aan het feit dat er gebeuren nog steeds ongelukken met vliegtuigen, maar vrijwel zonder uitzondering. Als gevolg van pilot's error of softwarefouten van de firma Boeing, zoals we weten. Wessel Groenewegen die stuurt dit in en hij zegt: het klopt dat een turbinemotor in principe, doordat deze minder onderdelen bevat, ook minder vaak kapot gaat. Zo is het. Maar deze motoren die worden op hun limieten gebruikt, waardoor ze dus heel veel onderhoud vergen. Nou, dat lijkt me geen groot probleem. Bovendien worden ze maar heel, heel kort op hun limiet gebruikt, namelijk als ze opstijgen. Want dat is nou juist de hele mop van die straalvliegtuigen. Ze vliegen op 12 kilometer hoogte. En op 12 kilometer hoogte hebben we te maken met hele andere atmosferische omstandigheden. En de lucht is een stuk dunner op 12 kilometer hoogte. Ik geloof zelfs dat ze bijvoorbeeld hun maximumsnelheid beter niet op zeehoogte kunnen proberen. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Het airframe kan wel 900 kilometer aan, maar dan wel graag 12 kilometer hoog. En zegt ook nog bij dat we langzaam de terugkeer zien van vormen van propellers. Bijvoorbeeld de enorme toename van de diameter van de nieuwste vliegtuigmotoren. Ja, dat is de high bypass motor. Je kunt je natuurlijk, kijk, je hebt turboprop, zoals dat heet. Ik geloof dat bij turboprop is zo. Die hebt een turbine, een straalturbinemotor, maar die drijft een propeller aan. Dat kan. Maar dan zeg ik nog, dat is heel iets anders dan een zuigermotor. Kijk. Als die dat motortje van jou de dienst opgeeft straks op weg naar huis, dat is niet zo erg. Dan bel je de ANWB, je hebt toch een nieuw autootje nodig. Dus nou ja, je ligt er niet wakker van. Hè? Maar als jij natuurlijk op 12 kilometer hoogte aan het kruisen bent en het motortje geeft het op, hè, dan zit je wel met een probleem. Nou ja, op de snelweg hoop je het goed. Het is heel lang zo geweest dat ze alleen 4-motorige straalvliegtuigen grote afstanden lieten afleggen. En toen kwamen ze natuurlijk langzaam achter hoeveel betrouwbaar de straalmotoren zijn. En tegenwoordig zijn natuurlijk alle grote, ook de widebodies, zijn 2-motorig. Overigens schrijft hij ook dat als er dus terugkeer komt van die vormen van propellers, dat ook nieuwe problemen oplevert. Omdat nieuwe mechanische versnellingen die dit type motor mogelijk maakt, heel moeilijk te bouwen is en snel kapot gaat. Er zijn vliegtuigmaatschappijen zelfs failliet aangegaan. Ja, ik waardeer zijn technische expertise, maar uit zijn hele bericht leid ik af dat we beter niet aan die propellers kunnen beginnen van hem. Oké.
Hey, donderdag zijn wij op het festival van de Radboud Universiteit in Nijmegen met een live podcast. Radboud Universiteit bestaat 100 jaar, dus we gaan daar een live show maken. Als je erbij bent, hartstikke leuk. Tickets zijn volgens mij nog verkrijgbaar. En abonneer je op deze podcast, want dan mis je helemaal niks. Hartstikke leuk. Komen nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. En dan hoor je ook aflevering 409 weer als eerst. Tot de volgende keer. Nee, Nederland is geen dorp. Het is toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best beluisteren. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend-Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Hoe ziet de supermarkt van de toekomst eruit? Wouter Kolk van Ahold Delhaize verklapt het nu in een nieuwe aflevering van Sea Level. Je luistert de podcast nu meteen via de link in de show notes.